Vorige week hadden we in Booming Brabant nog de zelfsturende auto. Maar het kan nog een tikkie gekker. Wat dacht je nou bijvoorbeeld van een vliegende auto? Het is geen luchtfietserij, want in 2017 komt hij al op de markt. Wat je hierachter ziet is een PELVI. Dat staat voor Personal Air and Land Vehicle. Dat is moeilijk Engels voor een voertuig wat rijdt en vliegt. Dus een vliegende auto. Vliegende auto is niet nieuw. Je ziet dat in science fiction films en dat zie je al, ja, al 100 jaar probeert men dat te bouwen. Alleen het grote probleem van een vliegende auto is altijd geweest dat een vliegtuig is een driewieler wat hoog op zijn poten staat. En dat gaat in de eerste de beste bocht op de weg gaat het om. Nou, wij hebben daar een revolutionaire kanteltechniek voor, wat een Nederlandse vinding is. En daarmee zijn wij het eerste bedrijf ooit in de geschiedenis wat een echte vliegende auto kan bouwen. Hij rijdt ongeveer 180 km per uur en hij rijdt heel sportief. Er zit een hele stevige motor in en het is een heel licht voertuig. Ik neem mijn zoontje wel eens mee en die vraagt dan, papa, waarom lacht iedereen naar ons? Ja, dat gevoel heb je erbij. Ja, er is wereldwijd heel veel interesse. Dus we krijgen zo'n 5 tot 10 mensen per dag die informeren van, kan ik er een kopen? Wat is de prijs? Ik wil hem daar en daarvoor gebruiken. Er zijn al klanten in Nederland die hem gekocht hebben en die krijgen hem in 2017 uitgeleverd. Dus wij starten met een Pioneers Edition. Daar zijn er 45 van in Europa en die kost 5 ton. En we hebben ook een Sports Edition, die komt daarna en die kost 3 ton. Ja, dit is onze simulator. Ik zal even laten zien hoe de PELVI te vliegen is. We gaan eerst even opstijgen. En een gyrocopter is een van de meest veilige manieren om te vliegen. Vooral in ons toestel, daar zitten allerlei veiligheidssystemen ingebouwd, zeg maar, waardoor hij uit zichzelf stabiel blijft. Je hebt ongeveer 30 uur nodig om je vliegbrevet te halen als je vanaf nul af aan begint. Voor een vliegtuig moet je echt op een flink veld landen. PELVI kun je vrijwel overal neerzetten. 30 km per uur en je staat binnen 5 meter stil. Het mooie aan onze ontwikkeling is dat die past binnen bestaande regelgeving. Dus voor ons hoeft er geen wetgeving te veranderen. In de meeste landen mag je niet zomaar vanaf de weg opstijgen en landen. Dat wil je ook niet vanwege veiligheid. Dus het moet een airstripje zijn, maar dat kan zo simpel zijn als een weiland van 200 meter wat vlak genoeg is. Wij starten een nieuwe industrie waar wereldpotentie in zit, dus dat gaat zeker een paar honderd arbeidsplaatsen in Brabant opleveren.